Hoi en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Belinda en vandaag zitten we weer in Minecraft 1.16. nog wat. Ik had een minimap en toen wilde ik gaan opnemen en ik kon mijn zwaard niet eens gebruiken. Zoveel lag had ik. Dus helaas gaat dat over. Dat ga ik niet verder proberen ook. Dat heeft gewoon geen nut. Dat gaan we gewoon niet doen. Zo, dat geluid zo hard. Zo, de knetters. Die gaan we even wat lager doen. Ook zou je waarschijnlijk nog steeds mijn laptop horen opstijgen. Helaas. Maar gelukkig is het al een hele verbetering. Voor de mensen die alleen naar mijn Minecraft video's kijken. Ik heb een nieuwe microfoon. Als ik mijn microfoon er nu afhaal, dan hoor je dit. Dus het geluid is wel al een stuk verbeterd met mijn microfoon. Op deze manier hoor je mijn laptop nog meer opstijgen. En als ik mijn microfoon weer aanzet, dan hoor je dit. Dus het is wel verbeterd. We komen ergens. Maar het is nog niet perfect. Maar voor nu houden we het gewoon even zo. Ik ga een X maken. Zou je denken, waarom? Ja, ik heb hout nodig, jongens. We gaan natuurlijk even verder aan het huis. Waar we heel druk mee bezig waren. En al die bomen daar, die zijn een soort van gegroeid. Dus daar gaan we even mee beginnen. Ik ga even al die bomen omhakken. Oké, dit is de laatste boom voor nu. Er staan wel nog meer saplings. Dus misschien dat er dadelijk nog bomen bij komen. Maar voor nu hebben we 43 stukjes hout. Nou, die gaan we natuurlijk eventjes vermenigvuldigen. Zodat we meer stukjes... Hallo, mag ik deze sapling? Dankjewel. Meer stukjes hout krijgen en het dak kunnen afmaken. Althans, afmaken. Groot gedeelte kunnen afmaken. Ik denk dat we wel aardig ver komen op deze manier. Zal ik dat via boven doen? Dat is misschien makkelijker. Ik weet niet of dat makkelijker is, maar dan komen we maar op een manier achter. En dan kan ik gelijk dit weer even oppakken. Er ligt hier altijd zoveel zooi als je net bomen hebt lopen hakken. Echt niet normaal. Oké, kan ik hier nu op? Nee, hè? Jammer. Heb ik een stukje deur of zo? Nee, ook niet. Nou, fijn. Dan doe ik maar even zo. Dan maar zo. Goed, ik ga eventjes deze blokjes opmaken. Hier zo. Ik zou echt even niet weten hoe ik dit op een andere handigere manier zou kunnen doen. Tuurlijk gaan we weer lekker misklikken. Zin in. Nu al. Echt top. Alle blokjes zijn op. Dus laten we nu even alle miskliks ophalen. Volgens mij zat er beneden ook nog een misklik. Dus die moeten we ook even ophalen. Dat is toch vreselijk. Oké, we hebben er 6 bij. Oh ja, en je moet dat blokje wat daar... Oei. Wat hier zo ligt, moet ik ook nog even ophalen. Deze. Oké, alle saplings nemen we mee. En er zijn weer nieuwe boompjes gegroeid trouwens. Laten we die ook even omhakken. Het idee is dus dat we nu de vloer afmaken. Er zat nog ook wat glas in de oven, zag ik. Maar ik wil nu eerst eventjes dat die ingang gewoon helemaal klopt. Zodat we deze minuscule ingang, zeg maar, dat we die kunnen dichtmaken. Kijk, hier had ik ook lekker gemisklikt. Top. En dan moet ik eventjes kijken, want dan moet ik dus een trap naar boven gaan maken. Maar ook via boven weer een trap natuurlijk naar beneden. Want anders komen we niet in die opslag. Beneden. Dus daar moet ik even naar kijken. Ik zat te denken om misschien een dubbele trap in het midden te doen of zo. Echt gewoon helemaal midden. Dat vond ik wel mooi. Maar ja, ik ben geen Minecraft engineer, kan ik je vertellen. Maar goed, we gaan deze blokjes weer even opmaken. Zo, kijk, we hebben er weer aardig wat. Ik ga maar gewoon vanaf beneden doen hoor. Ik weet het allemaal niet. Zo, we gaan het even vanaf hier doen. De blokjes zijn weer op. Ik heb wel 13 saplings. Misschien is het een idee om die weer even te planten. Bedenk ik me nu. Zo. Er ligt hier ook nog allemaal saplings. Er ligt hier zelfs nog een blokje. Ook mooi. Zo, alle saplings weer even opnieuw geplaatst. Hallo, mag ik deze sapling ook? Dankjewel. Hier nog even een sapling. Hier nog even een sapling. Zo. Jij mag het beste wel van dit hout af. En er staat hier weer een boom. Nice. Best wel een grote boom ook trouwens. Zo, die hakken we gewoon weer even om. Dan hebben we er weer wat blokjes. En we moeten ondertussen ook torches beneden gaan neerzetten. Oh, moeten we ze niet weggooien. Ik wilde ze beneden op gaan plakken. Gaan plakken. Je hoort natuurlijk niet te plakken met torches, maar dat maakt niet uit. Zo. Want het wordt hier natuurlijk nou een tikkeltje donkerder nu ik dat dak erop heb. Dus we gaan deze blokjes ook weer even plaatsen. Oké, ik kom precies 2 blokjes tekort voor dit. Maar goed, dat komt straks wel. We zijn best wel een aardig eind. Dus ik wil ook gaan beginnen aan het maken van de barrels. Want ik zag dat we aardig wat van dit hout hadden. Niet hier, maar wel hier.
Oh, en we hebben ook blauwhout, maar dat wil ik niet gebruiken voor die barrels. We gaan even een paar... Zo, deze. We gaan even een paar van die maken. En dan gaan we gewoon zoveel mogelijk barrels maken. Nou, mooi. Dan gaan we hier naartoe. Dan hebben we dus hier... Muur. Maar hier komt het niet, want hier komt glowstone. Die. Glowstone, glowstone, die. Glowstone. Glowstone. Oké, dan kan dit op zich wel. Want dan kan hier ook. Kan hier weer glowstone, hier weer glowstone. Dus dan doen we hier glowstone. Oh, dit is natuurlijk heel wat anders weer. Dus dan komt daar. En daar en daar. Nou, we moeten het maar even zo laten. We kunnen het even niet op een andere manier doen. Zo. Dan is dit even het eerste gedeelte van die opslag. Ja, er moet natuurlijk uiteindelijk moet hier ook... Maar ik wil dat bed nog even niet verplaatsen. Want dat bed moet ik hier wel echt laten staan, denk ik. Ik denk dat het wel het handigste is als ik dat doe. Dus hier kwam een muurtje. Even kijken hoor, hoe ik dit ga doen. Ik ga eerst slapen trouwens. Zo, we gaan eerst slapen. Oké, we gaan daar dus een muurtje plaatsen. Maar naast dat muurtje moet dan wel weer verder met de barrels. Even kijken. We zouden dat muurtje eventueel van glas kunnen maken natuurlijk. Kijk. Ho. We hebben hier allemaal glas. Nee! Uit mijn hand. Weg ermee. Verpest het gelijk weer. Dan wil ik die en die. Niet met oven. En dan gaan we een paar van deze maken. En dan maken we ook twee van die. Oké. Wat we gaan doen. Ik wil panels. Pins. Geen panels. Pins. En die gaan we hier doen. 4, 5. Dan doen we hier deze. Zo, dit is dan even een soort van, ja, weet ik veel, hekje of zo. Want hierachter heb je dan dit. Dan zou ik eventueel hier... Zo doe ik gewoon twee barrels voor het minen. Daar kan ik dingen in doen. Ja, dan kan hier eventueel nog glowstone naast voor die dingen. Oké, prima. Dat is geregeld. Ik denk dat we alles ook maar even naar binnen gaan verplaatsen ondertussen. Dus deze. En laten we deze eerst even meenemen. Want daar moeten we ook nog een plekje voor verzinnen. Maar ik zat trouwens te denken om dat dan onder die trap te doen. Ik heb alleen nog geen trap. Dat is zeg maar altijd met mijn ideeën. Ik heb dan een idee en oh, dan doe ik daar en daar. Ja, maar ik heb nog helemaal geen trap, weet je wel. Dus voor nu zetten we ze hier. En dan gaan we dit even door drieën verdelen. We verdelen dit even door drieën en we verdelen dit even door drieën. Nou, dan krijg jij die ene er wel bij. Zo. En zo. Dan wil ik wel alvast die barrels even goed gaan gebruiken. Hier. Ja, maar ik heb nog geen... Naar. Ik doe mijn eigen spullen er even in. Deze. En deze. Oh, maar deze heb ik nog even nodig trouwens. En dan zetten we die crafting table daar. Mooi man. Oké, de rest gaan we meenemen. Zo. En dan wil ik de chest hebben. Hallo? Ik wil de chest, zei ik. Dankjewel. En die zetten we gewoon hier. En daar gaan we alles maar even in doen. Oké, de twee troepchesten staan nu binnen. En in de tussentijd zijn buiten weer bomen gegroeid. Ik wil dat plafond gewoon af hebben. Ik wil zomaar gewoon een compleet plafond hebben. Gewoon zonder gaten erin. Want nu zitten er gaten in mijn plafond. Vind ik niet leuk. En ik wil koeien gaan verzamelen. Want ik heb leer nodig voor die, hoe noem je die dingen? Signs. Nee. Itemframes. Die dingen. Ik wil natuurlijk met itemframes gaan werken. Dus daar heb ik leer voor nodig. Ik ben ook zo iemand die nu zeg maar weigert om alle spullen alvast te sorteren. Omdat ik nog geen leer heb en ik dus nog niet kan neerzetten wat erin gaat. Dus we gaan nu eerst weer even al die blokjes opmaken. We zijn echt deze hele aflevering blokjes aan het opmaken gewoon. Hé, hey, eten. Oké, we hebben genoeg voor het hele plafond. Dat scheelt echt een heleboel. Want dan kunnen we ook wat trappetjes gaan maken. En ik weet al niet waar ik dat eigenlijk van wil maken. Ik denk eerlijk gezegd van deze. Zodat we gewoon wel een beetje textuur hebben in het huis. Oké, maar nu moet ik gaan ontdekken wat het midden is.
Wat zou het minder... Ik moet eerst deze boom weg. Deze boom staat echt gigantisch in de weg voor het ontdekken van het midden. Zo. Oké, stel ik zet hier zo'n ding neer. Hoeveel blokjes hebben we hier dan? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en dan komt die. Oké, 13 en dan komt die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus 10, 11, 12, 13. Dus volgens mij, als ik deze hier doe, is dit het midden. Toch? Of niet? Ik vind het mooi. Ik vind het helemaal prima. En dan wil ik hieronder wel even deze inderdaad doen. Want het huis is natuurlijk wel een beetje in dit thema. Zo. Nice. Oké, dan wordt dit dus de bovenkant van het huis. En dan kan deze dus dadelijk dicht. Maar dan moet ik nog even een trappetje naar boven hier verzinnen. Deze twee strepen zijn het midden. Dus laten we gewoon dan hier naar boven gaan. En dan zetten we er even twee blokjes zo. En dan doen we zo. En dan moet ik wel even dit doen, want anders kan ik niet naar boven. En nu moet ik het boven me weghalen. Anders kan ik ook niet naar boven. Vet naar. Zo. En volgens mij heb ik dan hier nog meer blokjes nodig. Die. En die. En dan moeten deze twee weg. Voor die en die. Zo. Oké. Deze moeten ook weg, anders dan stoten we ons hoofd. En ik ga dit wel weghalen voorlopig, voor nu. Want ik wil daar dan die ovens gaan plaatsen. Maar natuurlijk ook gewoon, hoe noem je die dingen nou? Smokers en die andere gevallen. Oh, ik had hem eigenlijk beter andersom. Oh nee, dat maakt niet uit, want deze gaat weg. Breng ik me nu. Deze kan nu weg trouwens. Deze gaan we nu weg doen, zo. En dan wil ik glas. Glas. Kijk. Zo. De onderkant is nu dicht. Dat vind ik wel cool. Maar ja, ik ben hier nog niet zo tevreden over eigenlijk. Dit is het midden. Ik vind dit eigenlijk niet zo. Ik ga die trap gaan we even anders doen. Oké, ik heb nu dit als trap. Vind ik wel geinig. Kan ik zo naar boven. En ik had dus als idee om even een stukje boom te pakken. Of nou ja, meerdere stukjes boom eigenlijk. En die ga ik dan als pilaren ga ik die ernaast zetten. En dan ga ik ze strippen. Want je kan ze natuurlijk met je, als het goed is met je rechtermuisknop, kan je ze strippen. Dus dan gaan we dat even doen. Moeten we nu even via deze kant. Zo. Ik dacht dus. Die hier. Zo. En dan deze hier. Deze hier. En deze hier. Ik dacht, dit is misschien wel leuk. En dan zo. Kunnen nu ook aan vierkanten, hoe noem je die dingen? Deze gevallen. Ovens kunnen we neerzetten. Dus ik dacht, we maken één normale oven erbij. Deze, een normale oven. Dan doen we hier. Oh nee, wacht. We kunnen maar aan twee kanten ovens neerzetten natuurlijk. Dit is een slab, toch? Ja. Als ik die nou weghaal. Dan kan hier dadelijk ook ovens. Want ik dacht, dan doen we daar een smoker en een, hoe noem je zo'n ding? Dat andere ding. Even kijken hoor. Deze heb ik volgens mij nodig. Kan ik nu iets anders maken? Laat ik eerst even twee van die maken. Stonecutter wil ik trouwens ook wel. Random stonecutter. Laat ik eerst, want volgens mij heb ik dan smoothstone nodig. Dus laten we eerst die ovens maar even vullen. Die. Deze. Wie. Deze. En deze. En dan krijg je deze wel. En dan doen we deze even verdelen. Iedereen krijgt er weer wat. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Die. En dan die. En die. En dan gaan we hierboven een smoker en een... Hoe heet het andere ding nou? Een smoker en... Een blast furnace. Hè, dankjewel. Dat woord zocht ik.
Ik wil alleen nieuw smaak. Een smoker. Die maken we met hout en... Oh, maar dat moet toch wel kunnen. Heb ik dat niet? Hier. Smoker. Daar heb ik er 2 van nodig. Kijk. Dan zetten we er 1 hier. En de ander daar. Dat vind ik leuk. Oké, die blast furnace. Volgens mij maken we die dus met... dat we dit nog een keer in de oven moeten doen. Dacht ik. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet hoe je een blast furnace maakt. Maar goed, dat is dus het idee dat daar een blast furnace komt. Dus, ik vind dat we aardig wat progressie hebben gemaakt vandaag. Vinden jullie niet? We zijn de boven naar beneden verhuisd. Ik vind dit er mooi uitzien. Als huis, als beginnend huis. Dit was weer de aflevering voor vandaag. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe er zeker even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En laat zeker even weten wat je van mijn huis vindt nu. Hey, dus het sugarcane groeide. Daar gaan we de volgende keer ook even naar kijken. Naar farmpjes en dat soort dingen. Dus ik zie jullie graag weer morgen bij een nieuwe Minecraft video. Doei!